Welkom bij FC Afkik uit het Oosten, Mart. Een lang gekoesterde droom van ons. We waren een keer dronken met z'n tweeën en toen dachten we... Wij moeten naar huis. We zijn allebei opgegroeid hier. Ik in Lochem, jij in Deventer. Vandaag. Meer naar het westen. Of de komende dagen gaan we een oefenwedstrijd van Ajax kijken. We gaan naar de Eagles. We gaan ook nog opnemen met Paul Bosveld. Zometeen met Prupper hier in Deli bij FC Twente. Kortom, drukke dagen, maar wel hele leuke dagen. Ja, ik ben nergens liever dan hier. Waar de lucht nog blauw is, waar de mensen lekker nuchter zijn. Geen smog. Heerlijk. Zullen we even een training gaan kijken? Over het hekken? Ja? Net weggestuurd. Nou, we moeten achter het hek staan, hè? Maar dat kan gewoon hier bij FC Twente. Ook lekker van de zon genoten, zie ik. Die op vakantie is een paar keer lekker uit eten geweest. Een klein flesje rood erbij gedronken, denk ik. Want, godverdomme, ik heb Gennaro 7 uitgezien met een kleinere buik. Daarom, voor de exclusieve content, hier is de dikste Eredivisie trainer. Dat gaan we toch zien, dat gaan we uitzoeken. Er is maar één moment om op tijd te komen, en anders ben je te vroeg of te laat. Nou zouden we hier om 1 uur opnemen met Robin Prupper, wereldgozer. 2:05, de training liep uit. Het schopt alles in de war. De daily, ik moet zo meteen nog naar Utrecht om naar het gemeentehuis, paspoort aanvragen. Nou ja, goed, opa die moet zijn spoeling hebben zo meteen, tafeltje, dekje komt langs. Dus alles in de war, alles. Flap is ook vertrokken. Brenet trainde wel mee, maar schijnt 6 aanbiedingen op zak te hebben. Geef je hem dan nog wel eens een tikje op de training? Van nee, wel hier blijven is belangrijk. Ja, maar hij zei net nog, ga je me nog een beetje hype in de podcast. Ik zeg ja, alleen als je bijtekent, zeg maar. Dus dat zijn wel een beetje dus de grapjes. Dus hij is nu zijn krabbel aan het zetten. Ja, precies, ja, precies. Zo, dit was een heerlijke daily bij FC Twente. Nu als de wiedeweerga richting Oldenzaal, want daar speelt Ajax tegen SV Meppen. Eerste oefenwedstrijd van het seizoen. Ik heb er zin in. Let's go. Zo, daar zijn we dan. Kwik 20 in Oldenzaal, waar Ajax zometeen de eerste oefenwedstrijd speelt tegen Meppen. Iataren speelt, Unuvar speelt. Wat bekende namen, wat minder bekende namen. Ik ga ervan genieten. Ik ga lekker voetbal kijken, de zon schijnt. Zalig man, FC Afkik uit het Oosten. Kev, rust. Tegen Meppen. Goed je te zien. Ben jij weer aan het genieten? Dit zijn de lekkerste, eerlijk gezegd. Na lange droogte, eindelijk weer naar Ajax mogen kijken. Hoe speelt Iataren? Ja, lekker toch? Ik bedoel, hij mag van mij op 10. Hij heeft natuurlijk niet een ongelofelijke versnelling of zo, maar zijn techniek daar is weinig mis mee. Dus ik vind het wel leuk hoe de manier waarop hij wegdraait, is altijd goed. Lekker voetballen, we gaan lekker kijken. Heerlijk, hier. Man. Ja, onze man, hè? Zal dadelijk nog even. Aartsen erbij. Ja, genieten. Ook leuk. Wout, net de eerste wedstrijd van Ajax gehad. Oefenwedstrijd, SV Meppen, wat vond jij? Ja, ik vond het wel leuk om te kijken, maar de tweede helft eigenlijk leuker dan de eerste helft. Omdat de tweede helft kwamen er wat jongens in die we eigenlijk nooit in actie hebben gezien. De eerste helft was ook met Piri, Magajan en Kleiber en dat is sowieso een aflopende zaak. De tweede helft werd het overgenomen door Gooyer, door Aartsen kwam erbij, Douglas kwam erbij. Dat is gewoon even leuk om te kijken of het bij die gasten er wel in zit. Dit was hem dan, de eerste dag van FC Afkik in het Oosten. Nou ja, we zijn vanmiddag bij FC Twente geweest, podcastje met Robin Prupper. Was superleuk vanavond deze oefenwedstrijd van Ajax erin. Morgen naar Go Ahead Eagles, heb ik ook heel veel zin in. Ja, thuiswedstrijdje voor mij, dus ik zal er in ieder geval ook weer bij zijn. Tenminste niet in de podcast, want daar hebben we Mart voor. We kunnen niet een Go Ahead Eagles podcast doen zonder Mart.
Dus ja, morgen weer een mooi ding. Zo. Welkom in het mooiste stadion van Nederland. Ik voel me een soort Mark Rutte zo op de fiets. Wat gaan we doen? Babbelen met Paul Bosveld. Een beetje de selectie bespreken, zijn werk, de rest van het voetbalnieuws. Gakpo naar Leeds, Leeds, Leeds. Ja, man. Maar ik ben dan wel benieuwd, hoe kijkt Jurgen Locadia daarnaar? Denkt hij het wel eens even te gaan doen? Hè, die naam wordt genoemd afgelopen week. Ja, ja, dat is heel... dat is ook het leuke aan mijn vak, dat soms dingen op social media of in de media komen waarvan je denkt van, hoe komen ze in godsnaam bij? Zelfs als wij het ontkrachten, dan worden we nog niet serieus genomen, want dan krijg je als repliek van, nou ja, maar wij hebben een andere bron. Oké, weet je... Mart, net die podcast opgenomen met Paul Bosveld. Nu zitten we hier in de Adelaarshorst. Waar komt jouw liefde voor de Eagles eigenlijk vandaan? Nou ja, ik kom gewoon uit Deventer. En nou ja, als je als kind van 7 dan voetbal heel vet vindt, dan ga je met je voetbalclub en zo 1-2 keer per jaar kijken, weet je wel. Toen was dat nog zo'n hele lage tribune en dan zit je dan met 200 pupillen. En nou ja, goed, dan ga je 1-2 keer per jaar, uiteindelijk ga je 5-6 keer per jaar, weet je wel. En, dat was ook net de periode dat Go Ahead een beetje opstond uit de dood. We werden 2 of 3 keer periodekampioen. Overmars was ermee bezig. En langzaam ging die club weer wat meer leven. En ja. Nou ja, goed. Dat waren de wat betere jaren in de KKD. En dat voelde toen als heel wat. En uiteindelijk koop je dan een keer een seizoenskaart. En promoveer je als club. En dat, vanaf dan voelde dat een soort onoverwinnelijke supermacht. Vanavond lekker voetbal kijken. Ja, heerlijk man. Ben je wel eens op Ter Holle geweest? Nee man, nog nooit. Ik moet nog auto rijden, vriend. Maar daar zijn we dan. Klein Milanello. Klein biertje, ja. Even op het terras gezeten. We hebben op het terras gezeten. Ik moest eerlijk gezegd wel even bijkomen van de podcast. Ik vond toch een paar uitspraken dat ik denk, wil ik even zien. Turks pingelen. Turks pingelen, nieuw woord voor afdingen. Jeffrey de Lange, goede keeper. Jij hebt er iets minder vertrouwen in. Ik best veel. Dat gaan we vandaag zien. Ja, ik hoop dat hij onder twee corners doorgaat. Tik ik Bosveld even aan zo meteen. Hij gaat een helftje keepen. Ik zag Bosveld al rondlopen. Lanzana die is gespot in een tent. Ja. Is dat een feesttent of gaat hij ook voetballen? Ik zag op jouw Twitter nog iemand op een, wat is het? Een massagetafel liggen? Massagetafel, ja man. Ik kwam hier binnen en dan kan je gewoon een biertje halen. Maar ik stond aan die bar en één deurtje verder werd er nog de speler van Paul. Ik heb het klaargemasseerd voor deze belangrijke wedstrijd. Nou, we gaan het zien. Ik heb er wel zin in man. Het ziet er echt mooi uit. Gisteren bij Ajax was het goed geregeld, maar dit is ook top. Nou, proost. Cooling down, hè? Dus cooling down. Larsie drinkt lekkere watertje. Ook cooling down. Even liggen, Larsie. Leg jij eens even je benen in je nek, maat. Kijk, nu gaat hij liggen. Kom naar Larsie. Ja, die gaat ook even cooling down. Zal ik je poot vasthouden, maat? Ja. Nou, doe dan met je been. Nu dat been erboven. Hup. Jeffrey, leuk dat je er bent. En we hebben jou de eerste helft uitgebreid geanalyseerd. Larsie. Twitter. Hè, vanochtend hebben we met Paul over jouw komst gehad. Ja.
keeper. Mart zegt pas 3 eredivisiewedstrijden. Wel ervaring. 2? 3 wedstrijden in het veld bijvoorbeeld, toch? Dat wel. Nu hier gehaald. Nou ja, je krijgt een voorbereiding de kans. En dan gaan ze volgens mij kijken of ze nog een echte eerste keeper gaan halen of een tweede keeper. Ja. Hoe kijk je daar zelf naar? Nou ja, ik ken de trainer goed. Ik ken de keeperstrainer goed. Die hebben mij destijds ook naar Twente gehaald. Ja. En ja, die spreken gewoon het vertrouwen uit van wij denken dat je het kan. En ik denk zelf ook dat ik het kan. En dan moet ik het nu laten zien. Jay Gorter, volgens mij had die ook nog niet zoveel gespeeld. En die is uitgegroeid tot echt een topper. En vorig jaar dan komt er iemand met ervaring, Haan. Nou, daar is op een gegeven moment een beetje discussie over. Komt Noppert, die had volgens mij ook nog niet zoveel gespeeld. En die groeit ook uit tot een goede keeper. Dus ik denk dat het alleen maar mooi kan worden. Ik moet me niet zo druk maken eigenlijk. Jij moet je helemaal niet zo druk maken. Nee, absoluut niet. Goed, absoluut niet. Mooi. Dat heb ik vaker gehoord. Afgesproken. Ja, is goed. Top, top. Ja, komen we op terug, einde seizoen. Afgesproken. Zo mannen. Dag 2 zit erop. We zijn vanochtend bij de Eagles geweest op de Adelaarshorst. Vanavond even gaan kijken. 0-4 verloren van Paul. Ja. Beetje geflatteerd toch? Wat vonden jullie het hoogtepunt van de tweede helft? Een schot op de paal van een speler die ik niet ken. Jammer. Ik dacht van loempiaatjes, maar dan heb ik voor nep. Dat is zo. Ja. Ik wil even in de sfeer van de keepers blijven. Laten wij naar Hidde Jurjes gaan, naar de Graafschap. Toch? Oh, gaan we naar de bezoek? Ja, we gaan naar de Graafschap. Maar eerst slapen. Eerst een klein borreltje hier. Ja, een borreltje. Pak alles wat je kan. Doen we, kom. Later. Man. Zijn we vandaag, Martje? Bij de Graafschap. Misschien wel de mooiste club van Gelderland. Je bent voor de Eagles. Ja, maar ik voel die haat met de Graafschap niet zo. Wow. Nee, ik vind de Graafschap Doetinchem een prachtige club. Natuurlijk ben ik clubwatcher geweest 2 jaar geleden. We in de play-offs tegen Rode JC ging Falikan mis. Afgelopen seizoen was het sowieso geen succesverhaal hier. Dus we gaan vandaag eens kijken hoe het komend seizoen gaat. We gaan een podcastje opnemen met Peter Bijvelds. Ik heb zin om Siem de Jong te zien. Ja, ik ben nu naar Alexander Poldervaart. Adrie Poldervaart, die natuurlijk vaker bij ons langskomt. Dus, let's do it. Nou ja, wij bij FC Afkikken houden enorm veel van transferjosties. Nou ja, nu ken ik Mario Bilate en is dat een vrij aardige gozer. Nou ja, nu sta ik tegenover jou. Denk ik dat jij ook een hartstikke aardige man bent. Ik denk als jullie samen gaan lunchen dat het ook heel gezellig is. Maar een nootje dan. Ik ontken alles. Ja? Nee. Er lekte een foto uit hè, op Twitter. Ja. Jij had lunchen met Mario Bilate, ook transfervrij. Lekker getraind? Kijk. Ging er wel hard op. We stonden hier op te nemen. We stonden hier de FC Afkikken podcast op te nemen, maar het ging hard op. Ik was bang dat ik een bal tegen mijn kop zou krijgen. Dat heb ik ook gezegd, zit die met die camera moet je raken. Het waren 3 mooie dagen. Twente, Eagles, de Graafschap. Ik ben natuurlijk nog bij Ajax geweest. Wat verwacht je van al deze 4 clubs? Nou, ik denk dat Twente het moeilijk gaat krijgen om hetzelfde te bereiken als vorig jaar. Terwijl hier de jongens... Nou, Bakootje, kom jij die brengen? Ja. Ik vond het superleuk met Robin Prupper. Ja, aardige gozer. Paul Bosveld en Peter Bijvelds. 2 totaal verschillende technische directeuren voor mij. Ja, het is mooi. Hè? Dus je merkt gewoon dat Bosveld echt een voetbalgozer is. Die is heel realistisch en die heeft een beetje slimme voetbalhumor. Weet je wel, een beetje tussendoor de hele tijd. Die maakt grapjes over dat je gulp open zit. En die Peter Bijvelds, die verkoopt die club echt. Ja. Weet je wel, die vindt het leuk om met ons te praten, die is enthousiast. Weet je wel. En dat is heel anders dan Bosveld, maar ik vind dat ze dat allebei op een eigen manier wel goed doen. Ja, en ook de ene heeft het over een mix tussen talent en oudere spelers. De ander gelooft minder in ervaring. Paul Bosveld die zegt het zit hem in kwaliteit. Ja. Maar ik ben wel benieuwd. Ik hoop dat de Graafschap het heel goed gaat doen. Aan het eind van het seizoen staat op een plek dat ze kunnen gaan promoveren. Ja, ik zou het onze grote vriend Adrie Poldervaart heel erg gunnen. Ik hoop dat hij nog wat op zijn bord heeft liggen zo meteen. Dan kan jij het opeten, dan net als ik het op. Met het EK. Net als tijdens het EK. Ja, it's been a long way from where we began. I can tell you all about it when I see you again.